Het Vlaanderen dat ik ken is een samenleving die kansen biedt aan al haar inwoners, autochtoon of allochtoon. Een samenleving die heel resoluut nee zegt tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Maar Vlaanderen is volgens mij geen samenleving waar selectieve verontwaardiging, zoals u dat noemt, collega El Kawakibi, structureel racisme, heb ik hier ook horen vallen, waar dat zegeviert. Ik herhaal, ik geloof dat niet. Vlaanderen is geen samenleving waar structureel racisme zegeviert. Grijs bestaat in deze wel. Wil dat zeggen dat ik alleen maar positieve ervaringen heb gehad? Nee. Ook ik heb voor gesloten deuren gestaan. Ook ik ben geconfronteerd geweest met racisme. De gezichten van die jongens, de woorden die ze mij toegeroepen hebben, het is iets dat in uw geheugen gegrift staat. Het zijn momenten die ik nooit ga vergeten, maar heb ik daardoor de schuld gegeven aan een hele samenleving voor de daden van die enkelingen? Heb ik mij gedragen als een slachtoffer? Of erger nog, heb ik gevraagd om de volksgezondheid op het spel te zetten door betogingen te gaan organiseren omwille van mijn verdriet? Ik denk het niet. Ik heb mij gefocust op de kansen die Vlaanderen mij geboden heeft.